Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag alweer zo'n zonovergrote dag met hoge temperaturen. Op een enkele plek in het zuidoosten werd het 30 graden. En ook het dagrecord in de beeld is gewoon weer gesneuveld. En staat niet meer op 26,6, maar ruim boven de 28 graden. En we hebben nog steeds te maken met veel ruimte voor de zon, maar we zien wel van het zuiden uit bewolking langzaam onze kant op komen. De wolkensgrens ligt nu zo'n beetje over Noord-Frankrijk en België. En heel voorzichtig waaieren daar de sluierwolken vanaf richting Limburg. En vanavond worden die wolken dikker. En is er in het zuiden van het land ook kans op een enkele regen- of onweersbui? In de rest van het land is het nog droog en in het noorden blijft het ook nog gewoon helemaal helder met temperaturen die lang ruim boven de 20 graden blijven. In de loop van de nacht breiden de buien zich dan langzaam noordwaarts uit om vervolgens vanuit het zuiden weer meer drogere perioden te krijgen. De minimumtemperaturen liggen tussen de 14 en 19 graden. En in de loop van de nacht draait de wind naar het zuidwesten. Ook een zuidwestenwind hebben we morgen overdag, meest matig. Langs de kust kan de wind af en toe zelfs vrij krachtig zijn en tippen aan de windkracht 5. We hebben in het noorden in eerste instantie wat buien, verder wat ruimte voor de zon tussendoor. En in de loop van de middag, vooral in de oostelijke helft van het land, opnieuw kans op enkele buien. Kan een klap onweer bij zitten. In de loop van de avond, maar waarschijnlijk pas vanaf de tweede helft van de avond, neemt in het westen de kans op neerslag weer toe. Het is ook wat wisselvallig op de zaterdag. Een enkele bui valt er. Er is af en toe wat zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 19 en 23 graden. Zondag ook maxima net boven de 20 graden en dan is het weer op de meeste plaatsen droog, met geregeld zon en een wind die weer gaat afnemen. Zaterdag is die nog matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Maar zondag draaiend naar noordoosten en afnemend naar matig of minder. Dan maandag ook weer kans op een enkele bui. Er is ook zeker ruimte voor zon tussendoor en het wordt nog steeds een graad of 20. Nou, met die 20 graden of net iets meer hebben we eigenlijk een groot deel van de periode die volgt te maken. Pas vanaf volgend weekend neemt de onzekerheid weer wat toe en dat betekent ook dat er een kans is op weer eens een keer iets hogere temperaturen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl